Robert Swinkels, gefeliciteerd met je contractverlenging bij ADO Den Haag. 12e seizoen ga je in. Besef je dat het uniek is in de huidige voetballerij? Ja, het is wel heel erg lang. Maar doe nog steeds met heel veel plezier en energie. Dus het gaat me eigenlijk nog makkelijk af. Wat had je ooit gedacht hier zo lang te spelen bij ADO Den Haag? Nee, ja, toen ik hier kwam, ja, dan ga je er eigenlijk gewoon in van, nou, we gaan gewoon lekker voetballen. En zo gedurende de weg blijkt dat je toch wat langer zit op je plek. En ik heb eigenlijk altijd goed gezeten. Dus van tevoren had ik daar niet echt over nagedacht, nee. Is er één moment of meerdere momenten die er voor jou uitspringen, sportief gezien, de afgelopen 12 jaar? Ja, nou, ik heb wel aardig wat hoogte- en dieptepunten meegemaakt natuurlijk bij de club. Ik denk aan de promotie, het behalen van Europees voetbal natuurlijk als echte hoogtepunten. Daarnaast de degradatie in de begintijd dat ik hier was natuurlijk een dieptepunt. En ik heb ook al een aantal hele vervelende blessures gehad wat ik als dieptepunt kan aanmeten. Je bent al een tijdje niet meer de eerste keus onder de lat hier. Vind je dat moeilijk om daarmee om te gaan? Ja, nou goed, dat is wel niet altijd moeilijk. Als de eerste keeper het heel erg goed doet, ja, dan kan je daar wat makkelijker in schikken. En het laatste jaar heb Martin natuurlijk gewoon prima ingevuld. Dus dan schik ik me in de rol als tweede man. En de momenten dat ik nodig ben, dan moet ik zorgen dat ik er sta. Het was voor jou niet een reden om elders te gaan kijken? Nee, je weet hoe het. Er moet ook wat langskomen natuurlijk. Ik bedoel, er moet ook een mogelijkheid zijn dat je ergens heen kan. En dat is ook nooit echt aan de orde geweest. Dus ik heb eigenlijk altijd hier gezeten. Ja. Voor een jaar extra getekend. Hoe zie jij de verdere toekomst? Wil je hier nog voor echt langere tijd gaan blijven? Ja, nou goed. Ik ben nu 33. Op zich relatief jong nog voor een keeper. Kan al een aantal jaar mee. Dus ik kijk het echt gewoon jaar op jaar hoe het gaat. En dat is gewoon weer iets voor volgend jaar om naar te kijken.